Ja, die gefeliciteerd. Uh, definitief en volledig over naar de A-selectie. Het moet een enorm uh, mooi en belangrijk moment voor jou zijn. toen je dat te horen kreeg. Ja, zeker. Ik kreeg het vorige week dinsdag te horen. De eerste paar maanden dan meegetraind. en uh, ja, dat ik dit dan als beloning. Uh, nu vast bij de A-selectie zit. ja, dat is fantastisch. En uh, dat is altijd waar ik naartoe heb gewild. Uh, ja. Ja. Heb je dat zien aankomen de afgelopen weken, maanden? Ja, natuurlijk. Je traint hier elke dag. Ik zat hier ook al in de kledingkamer. Dus ja. Dan voel je het al wel een beetje aankomen. Maar het maakt het alleen maar mooier om uh, te horen te krijgen, zeg maar. Toen ik het naamplaatje van, uh, van de hoofdtrainer kreeg. Ja, uh, hoe gaat dat dan? Uh, gebeurt dat in de kleedkamer of zo? Want je, je hebt het over een naamplaatje. Ja, uh, leg eens uit. We zaten er, zeg maar te lunchen. En uh, ja, op een gegeven moment voelde ik iets achter mij. Toen kwam de trainer. En die vertelde voor de hele groep uh, ja, dat ik nu officieel bij de A-selectie zat. En toen kreeg ik ook een naamplaatje, zeg maar, voor in de kleedkamer. Voor, uh, voor op mijn plek, zeg maar. Dus ja, dat was een heel mooi moment. En daarna gaat iedereen applaudisseren of hoe gaat dat? Ja, daarna iedereen uh, applaudisseert en uh, ja, toen moest ik speechen. Dus hoor je iedereen speech speech. speech. Dus ja, toen moest ik op, uh, op de stoel gaan staan en heb ik even een praatje gehouden. Dus dat was wel leuk. Ja. Wat heb je verteld? Wat heb ik verteld, uh, ja, hoe blij ik was en uh, ja, natuurlijk dat ik hier vanaf de f al heb gezeten. Dat ik in alle jeugdteams heb gespeeld en ja, dat de stap nu naar het Eerste voor mij uh, ja, fantastisch is. En uh, daar heb ik de spelers en uh, de staf ook natuurlijk voor bedankt uh, voor deze mooie kans. Ja, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Uh, vanaf de jongste jeugd, uh, alle elftallen doorlopen en dan bij het eerste. Uh, heb je daar in die, uh, nou, hoe lang zal het zijn, acht, negen jaar, uh, iedere keer aan gedacht? Nou, op het begin nog niet echt natuurlijk. Droom je ervan om ooit in bij PSV1 te komen. Maar ja, naarmate je steeds ouder wordt, B en A, dan ga je toch wel steeds meer kijken van, ja, is het mogelijk, is het mogelijk? Ja, uiteindelijk was het wel mogelijk, ja. En dit is uh, een eerste stap, want er moet natuurlijk uiteindelijk wat, uh, uh, wat meer bij komen, toch? Ja, natuurlijk. Dit is natuurlijk uh, heel mooi, mooi begin weer. Maar wat je zegt, er zijn nog zoveel stappen te maken en ik moet er ook nog aan gaan werken. En de weg is nog heel erg lang, maar ik kijk er wel naar uit, ja, moet ik zeggen. Geniet ervan en heel veel succes vooral. Yes, dankjewel. Het gaat helemaal goed komen.